Hey, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een lijstje bij elkaar gezet met de 10 jongste kinderen die werden veroordeeld voor een gruwelijke misdaad. Geen enkel kind in dit lijstje is ouder dan 12 en het jongste kind is zelfs 6 jaar oud. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je meer video's van mij wilt zien. Nummer 10. Op 31 mei 2014 lokte de 12-jarige Anissa Wire en Morgan Gazer hun vriend Peyton Leutner naar een bos. Ze staken haar 19 keer in een poging indruk te maken op het fictieve personage Slenderman. De twee meisjes vertelden dat ze telepathisch konden communiceren met fictieve personages, waaronder ook Harry Potter. Alle drie waren op dit moment 12 jaar oud. Het slachtoffer Peyton kroop naar een weg waar ze werd gevonden door een fietser. Ze herstelde zich na 6 dagen in het ziekenhuis. Lange tijd werden de meisjes niet schuldig bevonden, maar uiteindelijk in februari 2018 werden ze veroordeeld. Anissa werd veroordeeld tot 25 jaar tot levenslang met 3 jaar behandeling in een psychiatrische inrichting. En Morgan werd veroordeeld tot maximaal 40 jaar tot levenslang in een eenheid voor geestelijke gezondheid. Nummer 9. Eric Smith werd in 1994 veroordeeld voor tweedegraads moord en kreeg de maximale straf die toentertijd beschikbaar was voor jonge moordenaars, namelijk minimaal 9 jaar tot levenslang. Op 2 augustus 1993 reed Eric met zijn fiets naar een zomerkamp in een lokaal park. De 4-jarige Derek Roby liep in zijn eentje naar datzelfde kamp. Eric zag Roby en lokte hem naar een nabijgelegen bos. Daar wurgde hij hem en liet een grote steen op het hoofd van het jongetje vallen. Rond 11 uur ging de moeder van Roby naar het park om haar zoontje op te halen, om vervolgens te ontdekken dat Roby niet aanwezig was. Na 4 uur onderzoek werd Roby's lichaam gevonden. De moordzaak maakte nationale krantenkoppen, voornamelijk omdat Eric, de moordenaar, nog maar 12 jaar oud was. Een paar dagen later bekende Eric aan zijn moeder dat hij Derek had vermoord. De reden waarom hij de moord had gepleegd is omdat Eric zei dat hij vaak werd gepest door oudere kinderen op school. Hij zal in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating in 2020. Nummer 8. Mitchell Johnson, 13 jaar oud, en Andrew Golden, 11 jaar oud, waren de daders van het bloedbad op de Westside Middle School in Arkansas in de Verenigde Staten op 24 maart 1998. Johnson en Golden schoten met dodelijke afloop 4 studenten neer en een leraar met meerdere wapens. 10 anderen raakten hierbij gewond. Ze renden uiteindelijk naar buiten en wilden vluchten in een busje, maar werden gestopt door de politie. De jongens waren van plan er vandoor te gaan. Ze hadden namelijk eten, slaapzakken en overlevingsuitrusting in het busje liggen. Zowel Mitchell en Andrew werden beschuldigd van de moorden en werden naar de gevangenis gestuurd. Voor een of andere reden waren ze op 21-jarige leeftijd weer vrijgelaten en lopen ze beide met een andere identiteit weer rond in de samenleving. Nummer 7. Jordan Brown was 11 jaar oud toen hij zijn vaders verloofde Kenzie neerschoot op 20 februari 2009 in het plaatsje Pennsylvania. Kenzie was 8 maanden zwanger toen ze in haar achterhoofd werd neergeschoten toen ze in bed lag te slapen. Ze was neergeschoten met een shotgun die hij van zijn vader had gekregen als cadeautje. Jordan werd die dag 2 keer geïnterviewd door de politie en de volgende ochtend gearresteerd. Hij had een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen zonder voorwaardelijke vrijlating als hij was berecht voor moord als volwassene. Maar hij werd gevangen gezet in een beveiligde jeugdgevangenis totdat hij de leeftijd van 21 had bereikt. Nummer 6. Mary Bell is een Britse moordenares en het jongste meisje in de geschiedenis die een moord heeft gepleegd. Ze is verantwoordelijk voor de dood van niet 1, maar 2 kleine jongetjes van 4 en 3 jaar oud. Op het moment van de moorden was ze nog maar 11 jaar oud. Ze wurgde haar eerste slachtoffer op 25 mei 1968 en liet hem achter in een verlaten huis in de achterbuurten van Newcastle. Aanvankelijk werd de dood van het jongetje als een ongeval beschouwd. Een maand later ging Mary samen met haar vriendinnetje Norma een ander jongetje van nog maar 3 jaar oud vermoorden. Ook dit jongetje werd gewurgd. Even later keerde Mary terug naar het plaatsdelict om de letter M in de buik van het slachtoffer te kerven. Uiteindelijk werden de 2 moorden met elkaar in verband gebracht en de 2 meisjes werden aangehouden.
Mary werd schuldig bevonden aan doodslag en werd overgeplaatst naar een open gevangenis. Haar vriendin Norma werd onschuldig bevonden. Op 23-jarige leeftijd kwam ze vrij en kreeg ze het recht op anonimiteit om een nieuw leven onder een andere naam te beginnen. Nummer 5. Joseph Hall was een 10-jarig jongetje die zijn vader op 1 mei 2011 had doodgeschoten met zijn eigen pistool. De moord vond plaats toen de vader op zijn bank sliep in Riverside, Californië. De vader van Joseph was een neonazi die geloofde in het vechten voor een geheel witte samenleving. Volgens Joseph was het motief voor de moord dat hij het beu was dat zijn vader hem en zijn stiefmoeder sloeg. Ook verklaarde de 10-jarige jongen dat zijn motivatie voor de moord een aflevering van Criminal Minds was, waarin hij beweerde dat hij een kind zag dat zijn vader neerschoot en er geen gevolgen voor waren. Hij geloofde ook dat zijn vader weer zou herstellen van de dood en dat alles weer oké zou zijn. De jongen werd in oktober 2013 veroordeeld tot 7 jaar in de jeugdgevangenis en komt op de leeftijd van 23 in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Nummer 4. Deze moord wordt gezien als een van de meest beruchte moorden in de geschiedenis van Groot-Brittannië. De twee jongens genaamd Robert Thompson en John Venables besloten op 12 februari 1993 een dag te spijbelen. De twee jongens van 10 jaar oud ontvoerden een 2-jarige peuter vanuit een winkelcentrum. Op de bewakingsvideo is te zien hoe de twee jongens samen met de peuter James wegliepen. Ze namen hem mee naar een spoorbaan in de buurt van een verlaten treinstation. Hier begonnen ze het jongetje zwaar te mishandelen en lieten ze hem voor dood achter. Waarom de twee jongens uiteindelijk zijn gekomen tot het ontvoeren, martelen en vermoorden van James is nooit openbaar gemaakt. De twee jongens werden vrijgelaten uit de jeugdgevangenis op 18-jarige leeftijd en hebben een nieuwe identiteit gekregen om ze veilig te houden. Nummer 3. Dit 8-jarige jongetje uit India kwam in het nieuws als een seriemoordenaar. In juni 2007 werd Amar Deep Sada een van de griezeligste kinderen ter wereld. Hij zou 3 baby's hebben gewurgd en dood hebben geslagen met een steen, waarvan een neefje en zijn 8 maanden oude zus. Hij schokte de lokale bevolking en de mensen wereldwijd omdat rapporten over zijn gruwelijke acties zich snel verspreidden. Wat onduidelijk blijft is dat zijn familie de eerste 2 sterfgevallen heeft verdoezeld. Omdat zijn laatste slachtoffer geen familielid was, kon deze moord niet onder het tapijt worden geschoven. De jongen leidde de politie naar de plek en vertelde hoe hij de moorden had uitgevoerd. Toen hij uiteindelijk werd gearresteerd, vroeg de politie waarom hij de moorden had gepleegd, waarop hij glimlachte en om koekjes vroeg. Hij is op zijn 18e verjaardag vrijgelaten en loopt vandaag de dag weer vrij rond. Nummer 2. De 6-jarige Diederik Owens had ruzie met een klasgenootje genaamd Kayla Roland. Ze dreigde iets te vertellen over Diederik aan de leraar, waarop Diederik zei dat als je dat doet zal ik je vermoorden. De volgende dag bracht hij een pistool mee naar school die hij in het huis van zijn oom had gevonden. Tussen de les in schoot hij Kayla dood in de gang, vlak voor een leraar en 22 studenten, nadat hij tegen haar zei: "Ik vind je niet leuk." Hij gooide het pistool in een prullenbak en vluchtte naar een nabijgelegen toilet en ging daar in een hoekje zitten. Vanwege Diederik's leeftijd kon hij niet legaal beschuldigd worden van het misdrijf, omdat hij volgens de wet simpelweg te jong was. Zijn oom moest wel naar de gevangenis voor 2,5 jaar voor onvrijwillige doodslag en het niet goed bewaren van het pistool. Diederik is officieel de jongste schoolschieter in de geschiedenis. Nummer 1. Carl Newton Mahan was net 6 jaar oud geworden toen hij ruzie kreeg met zijn 8-jarige vriend. Op 18 mei 1929 schoot hij zijn vriend Cecile van Hoosen in de stad Paintsville, Kentucky in de Verenigde Staten dood met zijn vaders jachtgeweer. Een paar maanden voor de beurscrash van 1929 had de stad Paintsville het erg moeilijk. De twee jongetjes zouden gevochten hebben om stukjes schroot om te verkopen en wat geld bij te verdienen. Carl vond een stukje schroot, maar Cecile sloeg hem en pakte het van hem af. Carl rende toen naar huis en hij ging op een stoel staan en pakte het jachtgeweer die bovenop de kast lag. Hij rende terug naar zijn vriend en riep: "Nu ga ik je neerschieten." Carl werd in eerste instantie beschuldigd van doodslag en veroordeeld tot 15 jaar in een jeugdgevangenis. Maar dit ging niet door.
De rechter besloot uiteindelijk om het jongetje naar huis te sturen nadat hij een $500 borg had betaald. Verder is er weinig bekend over het verhaal. Carol verhuisde naar een andere stad en stierf in 1958 op 35-jarige leeftijd. De vraag die het meest wordt gesteld is: wisten deze kinderen wat ze aan het doen waren? En kunnen ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties? Wat vinden jullie? Laat het me even weten. Als jullie dit een goede video vonden, doe even een duimpje omhoog om me te supporten. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er eentje aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.